Yo, wat up gasten en welkom bij aflevering 8 van Poker FIFA. Leuk dat je deze video hebt aangeklikt. Zoals je ziet is dit het team op dit moment. En Suarez heeft nog maar 50 XP nodig. Heeft nog maar 50 punten nodig. En dan gaat hij weer een level omhoog en dan krijgen we een extra pokebal. Dus als wij in de eerstvolgende wedstrijd 1 keer met Suarez scoren, kunnen wij in de tweede wedstrijd gelijk die pokebal inzetten. Wil jij op de goedkoopste en meest betrouwbare plek van Nederland coins kopen? Dan ga je naar vivacoinservice.com. Dan kan je de code FCR gebruiken voor korting op je aankoop. En stel er gaat iets fout, word je gewoon via hun Nederlandse live chat direct geholpen. 1 goal prikken met Suarez en we krijgen dus een pokebal die we dan hoogstwaarschijnlijk de volgende wedstrijd gelijk in gaan zetten. Super chill dat je deze video hebt aangeklikt en ik heb iets verzonnen. Want heel veel mensen zeiden, oeh, misschien is het ook leuk als je een keer wat kan kopen. Dat je niet helemaal afhankelijk bent en dat je niet verplicht bent om met zo'n slechte linksbuiten te spelen. Ik dacht, nou oké, daar zit wat in, want bij Pokémon is het ook zo dat je gewoon geld krijgt voor een overwinning. Dus per elke 1000 likes die jullie achterlaten, mag ik 1k gebruiken om een speler te kopen van de transferlist. Dus dat zorgt er wel voor dat het niet een hele goede speler is, maar dat het wel een goede qua teamgeest toevoeging kan zijn aan het team. Nu ga ik dus een tegenstander zoeken voor de eerste wedstrijd. Het is trouwens ook handig als jij nog niet geabonneerd bent om dat dan te doen. Dan kan je de volgende afleveringen van Poker FIFA ook checken. En als jij een aflevering gemist hebt, staat er ook altijd in de beschrijving een linkje van elke afspeellijst van elke serie op mijn kanaal. Heel veel mensen weten dit misschien nog niet. En die kan je dan gebruiken om een aflevering terug te vinden. We hebben een tegenstander gevonden. Hij heeft ongeveer hetzelfde team als ik zo op die rating let. Ik heb mijn kit trouwens veranderd. Ik vond het wel een grappig, leuke kit. Echt een goed verhaal. Maar mijn tegenstander heeft een Bundesliga team en voor mijn Aubameyang. Die is kapot snel. Die is heel snel. Die is echt heel snel. Het kan werkelijk waar alle kanten op. En we hebben Milik op de bank. Milik heeft nu een inform gekregen in het Team of the Week. Misschien als we dan nu punten krijgen, dat we dan een pack kunnen openen en dat we dan in één keer Milik krijgen. Suarez, laat je magie zien in deze wedstrijd. Je hoeft maar 1 keer te scoren en dat is dan genoeg. Ja, Fernandinho op Suarez. Neem hem aan. Dan loopt hij er tegen. Wat zonde. Luis. Oké, hier ben ik dus de hele tijd bang voor. Dat Aubameyang er in één keer door is. En dat hij dan weg is. En dat hij dan een bal speelt. Of we een penalty weg gaan geven. Wat sowieso eraan zit te komen. Ik durf nooit wat te doen. Omdat we dan gewoon penalties weg gaan geven. Want dat is zo in dit spel. Het is, je hoeft maar iemand aan te raken op een verkeerde manier. Die de scheidsrechter niet chill vindt. Bam. Penalty op je neus. Of de bal dribbeling. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. We zijn er nog steeds. Spin. Luis. Nee. Pereira. Ja. Assist van Luis. Maar ja, daar krijgen we niks voor. Maar we staan wel op 0-1 voorsprong. Of 0-1 op 1-0 voorsprong. En goede solo van Suarez. Jammer dat de keeper hem redde. Ik had hem misschien in eerste instantie voor de zekerheid al terug moeten passen. Pereira zie ik nu. Redelijk veel mazzel dat hij alsnog goed valt. En dat hij hem binnenkopt. Vrije trap. Van een afstandje. Maar wie weet als we genoeg power erachter zetten. En Suarez de zin heeft. Gaat hij er misschien net in? Oh. In het echt zou het veel gevaarlijker zijn met zo'n stuit. Nu weet je wel vrij zeker dat de keeper hem heeft. Nou, het is rust. Ik denk dat wij niet heel veel hele goede kansen hebben gehad. Zoals je ziet hebben we maar 2 schoten in de 16 gehad. En een van was een goal. De tegenstander echter heeft nog geen 1 schot op goal gehad. En als je tegenstander niet scoort en jij staat voor, dan betekent dit gewoon dat je aan het eind van de wedstrijd de 3 punten mee naar huis pakt. En een level omhoog gaan met Suarez. Waar het natuurlijk om draait. Oh nee. Wat een reddingje. Lekker, Adrian. Ik wist ook gewoon dat hij naar achter ging kappen. En alsnog liet Smalling zich gewoon van de bal afzetten door Guts. Oh, nee. Penalty. Penalty. Sowieso een penalty. Ja. Ja. Dus je hoeft maar iemand aan te raken op een verkeerde manier die de scheidsrechter niet chill vindt. Bam. Penalty op je neus. Zat eraan te komen dat je een penalty tegen gaat krijgen. Want dat is tot nu toe volgens mij bijna bij elke wedstrijd van Poker FIFA gebeurd. Terwijl ik eigenlijk niet eens iets fout deed. Ik gaf gewoon een duw. Maar ja. Goed. Het zal me wel. Die had ik ook niet gehouden als hij de goede kant was gedoken. Ik vind dit zo slecht van FIFA. Want het is, elke wedstrijd krijg je gewoon een penalty mee of tegen. En het is wel zo dat je het inderdaad meekrijgt. De vorige aflevering had ik zelf 2 penalties gemist. Dus dat was echt ontzettend slecht van mij. Maar het is wel zo dat je zo'n spel, een potje kan er helemaal gewoon door beïnvloed worden of door vastgelegd worden. Je zou maar bijvoorbeeld, nu hebben wij niet heel veel gecreëerd, maar je zou maar bijvoorbeeld, terwijl je echt veel meer schoten op goal hebt gehad, dat je dan een penalty tegenkrijgt die eigenlijk niet verdiend is en dat je daardoor de wedstrijd gelijk speelt. Ja, dat is ook wel heel makkelijk dan, door gewoon niet eens een schot op goal te lossen, alsnog een doelpunt krijgen. Nu dan, Suarez op Khedira, trap hem! Khedira, nee! Op de lat!
Ik had misschien met Suarez moeten schieten, maar ik vond die hoek net niet helemaal prettig. Maar aan de andere kant, als we hadden gescoord, dan hadden we gewoon 50 punten gehad. Was hij alsnog een level omhoog gegaan. Ja, ja. Prik hem. Buitenspel. Ah, kerel man. Oké, misschien maar gewoon een soort van in het 16 dansen. Zodat we een penalty krijgen, maar we schieten recht op de keeper. Kom op, Fernandinho. Die schoten mogen echt wel een hoekje geplaatst worden. Waarom? Waarom loop ik dat risico? We gaan nu sowieso een doelpunt tegenkrijgen, of niet dan? We gaan... Ik zweer je, ik doe helemaal niks. Ik doe echt helemaal niks. Ik sta daar alleen. Ik sta daar alleen. Kijk, ik snap... Hij loopt tegen mij aan. Ik kan toch niet opeens niet daar staan? FIFA. Nee. Dit is oneerlijk. Dit is echt gewoon oprecht oneerlijk. Ik probeer altijd, jullie weten dat, ik probeer altijd heel goed op te letten wat ik nou precies fout doe. Dat in het vervolg kan voorkomen. Maar dit is echt gewoon onzin. Want ja, hoe kan ik nou in het vervolg niet daar staan met een speler? De scheidsrechter fluit af en we hebben verloren met Poker FIFA. De eerste wedstrijd van deze aflevering. Echt heel zuur. Echt heel zuur. Want zoals je ziet hebben wij 9 keer op goal geschoten. 3 keer buiten de 16. Mijn tegenstander heeft 3 schoten gehad. Waarvan 2 penalties. En die heeft 2 keer gescoord. Terwijl het geen penalties waren in mijn mening. Kan zijn dat het misschien wel zo was. Laat even een comment achter of jij het met mij eens was. Of met de scheidsrechter eens was blijkbaar. Maar dit zorgt ervoor dat we nog steeds level 3 zijn met Suarez. En er moet iets gaan veranderen. Want zo gaat het echt niet goed. We gaan weer een potje zoeken en als het dit keer niet lukt, ga ik gewoon direct mijn positie veranderen en wisselspelers erin brengen of Suarez ervoor zorgen. Weet je wat, misschien moet ik wat veranderen aan Suarez, want ik heb echt totaal niet het idee alsof hij wordt betrokken met doelpunten. Sterker nog, elke keer komt hij die bal gewoon ophalen. Wat nou als jij eens lekker stay central gaat blijven? Dan blijf je in ieder geval daar gewoon voorin een beetje hangen, je ding doen. Tegenstander gevonden. Hij heeft een 4,5 ster rating team, maar hij heeft wel een 85 aanval. Maar dat wil niks zeggen. Misschien heeft hij daar wel 1 speler in die dan toevallig 85 is. Nee! Hij heeft een... Oké, complimenten naar hem. Half Inter, half Real Madrid-achtig team. Dan met Jackson Martinez en met Perrin op goal. Ik heb een ontzettende bloedhekel aan Perrin. Want tegen mij loopt hij altijd te shinen als een diamant. Want hij maakt echt reddingen waar je u tegen zegt. Dus de tactiek voor deze wedstrijd. Zorgen dat we geen penalties weggeven. Ondanks dat ik dat dan niet al bewust deed. Ja, Luis! Wat een ontzettend slap schot, zeg. Fernandinho. Ja, Luis! Luis Suarez is een level omhoog, bitches. Dat betekent dat we sowieso, ongeacht de uitslag van de wedstrijd, een pokeball krijgen en 300 FIFA points, omdat we een level omhoog zijn en 50 FIFA points. Omdat hij heeft gescoord. Yeah. Overheen, Suarez. Oh, wie? Miranda, sowieso jij, hè? Je sexy Braziliaan. Ja. Oh, wat een lekkere skillmoes van Cuadrado. De Cuadrado. Kom niet aan mijn woorden. Maar de Colombiaan doet het. En die geeft aan op de Braziliaan. En de Braziliaan Fernandinho zorgt ervoor dat we een stukje dichterbij bij die overwinning zijn. Dit heb ik echt even mentaal nodig, jongens. Na die vorige wedstrijd was ik echt even van apropos. Ik moet dit winnen. Sterker nog, als je gaat ragequitten, zou dat wel helemaal mooi zijn. Want dan... hebben we gewoon de overwinning zo goed als zeker binnen. Luis Suarez 8.2, Fernandinho 8.2. Zoals ik al zei, Luis Suarez is een level omhoog. Hij is nu level 4. We hebben een pokerbal, dat is super chill. En we mogen een aantal packs openen en dat is al helemaal super chill. Zoals je ziet hebben we nu 550 FIFA points. Even een recap van hoe dat nou helemaal precies kan. We begonnen de aflevering met 100 FIFA points die we nog van de vorige video over hadden. Toen heeft Suarez de eerste wedstrijd niks gedaan, geen FIFA points. De tweede wedstrijd is in level omhoog gegaan. Dat zijn automatisch 300 points. Hij heeft een goal gescoord, 50 points extra erbij en we hebben gewonnen, 100 points erbij. Dus dan komen we in totaal uit op het mooie respectievele bedrag van 550 FIFA points. Heel jammer dat er nu geen special packs zijn, want die zou goed te gebruiken zijn. Maar we kunnen wel weer lekker veel premium gold packs openen. Ik hoop echt op iets dat het team een beetje kan veranderen. De eerste, Bradley, sowieso. Wat een ruk. Wat een ruk. En ook deze speler uit de Braziliaanse Cruzeiro... gaan we ook gewoon niet gebruiken. Non de ju. Perotti, Perotti. Oh, dat is lekker. Die heb ik dan ook op dit account staan. Maar nog niet, zeg maar, met Poker FIFA gepakt. Dit Perotti. Oké, die link met Pereira en Pereira en met Cuadrado. Dat is echt een hele goede speler die je op linksbuiten wil hebben. Zou willen hebben.
Dan pack nummer 2. Perotti is echt een heel goed begin. Het zou nog chiller zijn als we dan eindelijk een speler hebben die met Suarez linkt. Want zo maken we het ons wel heel moeilijk. Cork, Swansea. We hebben een aantal Engelse spelers erin. Een Bundesliga-verdediger. Dat is ook handig. Die hebben we er ook een paar van. Kunnen we nu nog 2 packs openen? Een 150 points pack en een 100 points pack. Dat doen we gewoon puur om te zorgen dat we dan even betere teamgeestspelers krijgen. Spits, Basje Dost. Niet dat ik hem ga gebruiken, maar we hebben nu opeens wel echt heel veel Bundesliga-spelers die we allemaal packen. Laatste pack van deze aflevering, 100 FIFA points, let's do this! Voordat we het team dan even gaan ombouwen, want ik heb al een beetje in mijn hoofd een idee van wat ik wil gaan doen. Keeper, Braziliaans, Alisson, weer een Bundesliga-speler en een BBVA-speler. Eindelijk iemand die met Suarez zou kunnen linken als ze hem in het team zouden zetten, maar aan zijn stats te zien gaat dat niet gebeuren. Ik heb alle spelers die we hebben gepakt toegevoegd en ik heb meerdere teams gemaakt. Dat is misschien wel het leuke. Nu kunnen we eindelijk met wat meer teams spelen. Dit is een soort van hybrid-achtig team. 92 teamgeest, niet optimaal. Een BBVA-team waar Suarez dus met iedereen linkt. Punt alleen daarvan is dat we nog geen linksmidden en nog geen rechtsmidden hebben. En we hebben wel een CB, maar dit was eigenlijk een Spanjaard. Dus vandaar dat ik dat zo heb opgelost. En ik heb een Bundesliga-team. Daar linkt dus Suarez echt met helemaal niemand. Maar dat heeft ook 91 teamgeest. En dat ziet er op zich oké uit. Laat het even weten in de comments. Jij wordt ontzettend bedankt voor het kijken naar deze aflevering van PokerFIFA. Een blauw duimpje omhoog zou echt super awesome zijn. Daar help je mij weer mee. Vergeet niet te abonneren. Je kan me ook volgen op Twitter en op Instagram. Als je allemaal sappige selfies en naaktfoto's van me wil zien. Links daarvan staan ook in de beschrijving. En dan check ik jullie allemaal bij de volgende aflevering van PokerFIFA. En ik zeg dan, ja, later. Ciao gasten. Houdoe. Yo, wat up gasten en welkom bij een nieuwe aflevering van PokerFIFA. En ja, er staat hier een hele grote bad heet. En ja, Suarez heeft een invorm. En ja...